Sorry meneer, mag ik u iets vragen? Ja, natuurlijk. Waarom was u net zo boos? Nou, boos is een groot woord. Maar normaal kon je daar door een fietstunneltje onder het Rijksmuseum door. En vanwege de verbouwing is het nu dicht. Maar u kunt er toch ook gewoon omheen? Ja, kan wel. Dan moet je helemaal omrijden. Dat is nu ook niet zo erg. Maar misschien blijft het wel zo. Het Rijksmuseum wordt nu aangepast door 2 Spaanse architecten. Maar waar gaat de discussie over? Over het oorspronkelijke ontwerp? Over de visie van de 2 Spaanse architecten? Het gaat allemaal over dat ene lullige fietsenstunneltje. Waar we misschien niet meer doorheen kunnen. Bedankt. Wat vonden eigenlijk de Spaanse architecten van het hele verhaal? Spaanse architecten, Cruz en Cortés, nou, die zijn eigenlijk de draad een beetje kwijtgeraakt. Ik bedoel, die hele oer-Hollandse discussie van wel of geen fietsenstunneltje, daar begrijpen ze echt niks van. Geef me toe, heb je wel eens een Spaanse architect op de fiets gezien? Dacht ik niet. Dus zij zijn de draad kwijt en ook de regie een beetje kwijt. De discussie wordt gevoerd door 2 kampen in Nederland. Het bolwerk van de pro-fietsenstunnel en het bolwerk van de anti-fietsenstunnel. En ja, misschien moeten we die discussie eigenlijk maar eens een keertje een beetje laten liggen. En weer eens gaan kijken naar het gebouw zelf. Het monumentale ontwerp van Pierre Cuypers. De aanpassingen die nu worden gedaan. Wat vinden wij van dit gebouw? En dit controversiële gebouw dus. Is dit een gebouw dat een plek verdient in de stad van Nederland?